Het stadion zit goed vol. Even verderop in de provincie wordt er Champions League gespeeld. Dat is toch mooi om te zien dat heel veel Willem II'ers er toch zijn vandaag. Ploeg die nu nog tiende staat. Nou ja, ze hebben nog een wedstrijd te gaan, namelijk deze. Eerkes. Richting Hilterman. McIntosh verdedigd. Maar de apparatuur met de assistents scheidsrechter niet helemaal dat is zoals het zou moeten zijn. We kunnen verder. Hoera! Deze vrije trap valt zomaar in de handen van Havenkotten zonder enig probleem. Eerkes. Svensson. Behunek. Links is ruimte, ja, Sigurd Geyersson. Bal komt niet helemaal precies lekker, maar... Mogelijkheid tot een schot. En dat is geen slecht schot van Verret. Zat Havenkotten nog even goed aan. Dus dat zijn de eerste kansen voor Willem II. Behunek. Goed opengedraaid, Bos. Svensson. Meerveld. Goed zijn lichaam gebruikt. Sigurd Geyersson. Nee, dit kan ook via Oosting. Oosting krijgt hem er, nou ja, niet voldoende langs in ieder geval. Wel van Meerveld naar Oosting. Die neemt het nog laardig mee, maar dan is de afstand tot de keeper te kort. Krijgen die niet overheen. Goed gekiept ook door Havenkotten. Meerveld. Basis goed, Hilterman draaien en uithalen. Dat draaien dat was tot daar aan toe, maar de uithaal vervolgens is minder dan verwacht. Dit ziet er beter uit. Bos. Eerkes. 16 die over de McIntosh heen. En de kans voor Hilterman vervolgens. Dat is ook een manier om in de 16 te komen. Verret de overtreding maakt. Aan zijn eigen fout. Dit is prima gespeeld door een fout van de keeper. De 1-0 is van Rochon van Eyma. Van ver af. Omdat hij gebruik maakt van de onoplettendheid van de keeper die nog bezig is om de verdediging neer te zetten. En van Eyma, Tilburger, ziet daar dat het nog niet helemaal goed staat. En dan doet Smits dit vervolgens. Ook niet echt geweldig. Want dit is een verrassende voorsprong voor Toppos. Een ploeg die zo lastig scoort. Meerveld. Nou, dan draait hij aardig weg. Dan nu naar links. Daar zou misschien wat ruimte zijn. Sigurd Geyersson is prima gespeeld. En is het Hens van Korten. Gaat de bal op de stip. Is het een strafschop voor Willem II. Ja, dit is ook wel zwaar bestraft hoor. Svensson ondertussen voor de 11 meter. En die schiet hem er niet in. Havenkotten twee keer. Svensson tegenover Havenkotten. Giovanni Korto, geen slechte voorzet. Lambrix. De speler van Willem II die het uitkent. Zirkus. Ja, loopt vol op de elleboog. Ja, Heerkes wordt onbehandeld. Niet apparaatje erbij. Staat hij weer, wil hij weer terug. En mag hij ook weer terug. Oh, hij moet dan via de zijkant. Dat is gewoon zo. Ja, en nu mag hij daar, mag hij er wel in. Maar niet voor, vanaf de achterkant. Het is ook allemaal zo. Bal voor en daar is de bal!
En het is de centrale verdediger Rafael Behunek. Komt daar naar voren, Behunek, en springt hoger dan Lambrix. Ik denk dat hij zich ook heel slim afzet op de nummer 4. Klein duwtje. Daarmee is hij verlost van Lambrix. Dat is trouwens allemaal een voordeel van Willem II. Maar alleen de score nog niet. En ook nu niet. Nu de kans voor Bos. Havenkotter staat een zeer puike partij te keepen. Oosting met de corner. En die blijft daar wat hangen. En kan door Behunek bijna voor de tweede keer deze wedstrijd. Worden gepromoveerd op treffen. Krijgt hem voor. En daar wordt hij weggekomen. Bij top nog een aantal mensen in de 16. Dit is Bokila. Bokila is groot, is sterk, komt daar langs bij Van Eijma. En Van Eijma maakt de overtreding en krijgt daarvoor geel. Heel even is er contact. En, er waren net voldoende spelers van Top Os mee. En dan gaat hij overheen. En Havenkotte met een prima redding. Ik zei het al eerder, kiept een puikenpartij. Bokila voor de kopbal en die past precies. En dan is er de voorsprong voor Willem II. En dan is hij toch geklopt, Mike Havenkotter. En Bokila met de 2-1. Korte, in de korte hoek ook. En de redding is van Smits, nog een keer korte. Nu krijgen ze hem weg. Dan waren ze ineens verdraaid dichtbij ineens. Waar ze aanvallend heel weinig hebben laten zien tot nu. Dit is een bijzondere ingooi en dan vervolgens Hens. Extra tijd is verstreken. Zal Alex Bos zo dadelijk de wedstrijd af laten. Sterker nog, dat is bij deze gebeurd. En is dit de maker van de winnende goal. Jeremy Bokila. En zorgt voor de tweede overwinning op rij voor Willem II.